ben Edith Schippers en ik stel mij kandidaat als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Ik kan vanaf de zijlijn van alles vinden, maar het past beter bij mij om mee te doen. De Eerste Kamer staat net wat verder van de actualiteit, van de waan van de dag. Wat in de Eerste Kamer gebeurt, is het toetsen van de oplossingen die zijn bedacht of die ook daadwerkelijk in de praktijk gaan werken. En dat vind ik ontzettend belangrijk. Dat is niet mijn ambitie. Ik sluit nooit iets uit, maar zoals gezegd, het is absoluut mijn ambitie niet. Nee, de Eerste Kamerlidmaatschap is voor 1 dag in de week. En dat betekent dat ik voor die andere dagen bij DSM blijf werken. Ieder mens, dus ook iedere politicus, heeft belangen. Je woont in een huis, je hebt een studerend kind of ouders die zorg nodig hebben. Maar waar het om gaat, is dat je het belang van iedereen voorop stelt en niet jouw eigen belang. Het gaat er wel om dat je transparant bent over wat je allemaal naast je Kamerlidmaatschap doet. Stel, DSM komt specifiek aan de orde. Ja, dan laat ik het gewoon aan mijn collega's over en zorg ik dat ik niet bij besluitvorming betrokken ben. Maar gaat het over het bedrijfsleven in zijn algemeenheid, bijvoorbeeld over het vestigingsklimaat, dan is het juist belangrijk dat ik mijn ervaring daarin breng. Ik kan vanaf de zijlijn van alles vinden, maar het past beter bij mij om mee te doen.